Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag gaan we bellen blazen. En niet zomaar, ik ga namelijk bellenblaasmonsters maken. Dat is een extra leuke manier om bellen te blazen. Je maakt er namelijk hele bellenblaasslangen mee. Nou, de basis zijn deze lege plastic flessen. Het maakt niet uit welke je gebruikt. En daar gaan we allereerst even de onderkant van afsnijden met de Stanley mes. Dat is één. Zo, en de volgende. Zo. Ook die is klaar. Dit kan weg. Nou, van deze flessen ga ik monsters maken. Dat hoeft niet per se, maar dat maakt het net even wat leuker. Dus ik ga eerst uit papier ga ik even hun ogen knippen. Zo. Die zijn klaar. We maken een paar pupillen en wenkbrauwen. Ja, nou de wenkbrauwen nog. Zo. En tot slot de drakenstekels. Daar heb ik groen papier voor genomen. Even kijken. Zo, dat is twee. Nou, ik ga hem even versieren. Allereerst bind ik heel even een doekje. Ik heb een stukje hydrofieldoek. Kan ook een oud washandje of iets dergelijks zijn. Die bind ik voor het uiteinde. En dan weet ik precies waar ik alles straks moet gaan plakken. Die doe ik eromheen. En dat doe ik met een elastiekje. Zet ik die vast. Zo. Die zit ook vast. Goed aantrekken. Nou, dan ga ik de draak verder versieren. Ik heb daarvoor een lijmpistool opgewarmd. Kan natuurlijk ook gewoon met gewone lijm. Duurt het alleen even net wat langer voordat het droog is.
de stekels nog. Zo, deze draak is alvast klaar. De volgende. Zo, de monsters zijn klaar. Tadaa. Nou zijn jullie natuurlijk nieuwsgierig naar hoe ze werken. Nou, dat zal ik even laten zien. Dat zal ik wel even met de grote laten zien, want die is het meest droog. Ik heb in dit schaaltje heb ik water gedaan en een stuk of vier eetlepels met afwasmiddel. En daar doop ik deze draak in. Zo'n snoetje. En dan... hoef ik alleen nog maar te blazen. En zo ontstaan er onwijs te gekke mooie zeepslangen. Nou, voor een extra fun factor, zo, maken we de mond van de draak ook nog een klein beetje rood met voedingskleurstof. Kijk, want als je dat doet en je doopt hem dan in het zeepsop, als het goed is komt er dan rood schuim uit. Let maar op. Gaaf toch? Nou, ik weet zeker dat je kinderen het fantastisch zullen vinden als je deze voor ze maakt. Natuurlijk kun je ook dat hele monstergebeuren weglaten en alleen maar gewoon een doekje en een elastiekje om een fles. Dan ben je nog sneller klaar. Dan kun je helemaal lekker snel aan de slag. Ik hoop dat je dit idee in ieder geval heel erg leuk vond. Zo ja, geef de video dan even een duimpje omhoog. En wil je geen video meer van ons missen, abonneer je dan even op ons YouTube kanaal. En dat kan via die knop. Wie weet zie ik je dan de volgende keer weer. Hoi!